Thank you.
Excelsior bedankt voor de binnenkomst als laatste orkest. Dames en heren, het is een speciaal moment bij dit laatste komen van onze burgemeester Thijs van Weer. Thijs, mag ik jou alsjeblieft naar voren vragen. Kom hier in de spotlight. Als je recht komt, dan ook maar even meestaan. Dat lijkt wel heel verstandig. Wij hebben 12 jaar mogen genieten van jouw aanwezigheid als burgemeester bij ons volksfeest. Je hebt aangekondigd dat je helaas de volgende 6 jaar samen met ons in de koets niet mee wil maken. Ja, dat is natuurlijk heel jammer, maar wij respecteren dat besluit ten zeerste natuurlijk. Wij hebben in jouw ambtstermijn 2 zaken als volksfeest bereikt. De eerste zaak is deze fantastische tent hier op de markt in Winterswijk. En het tweede punt ben ik bang dat we kwijtraken. Jij bent de eerste burgemeester die we thuis mochten ophalen met de koets. En dat komt omdat we heel dicht bij elkaar wonen. En dat moet de volgende keer nog maar weer zien waar we dan terechtkomen. Wij hebben in al die jaren een heel fijn contact gehad. En ik wil zeker zeggen aan iedereen hier, dit is een burgemeester met een hart voor het volksfeest. Jazeker. En er komen nog heel veel toespraken, dus ik hou het kort. Maar één persoon wil ik niet vergeten, dat jij zo net. Jij hebt in al die jaren ook de echtgenoot in die zin los moeten laten met een volksfeest. Volgend jaar kunnen we met kinderen en kleinkinderen het volksfeest samen vieren. Dan zullen we hen in een andere hoedanigheid zien. We willen als dank daarvoor jou graag een bos bloemen aanbieden. Als dank voor dat je Thijs het volksfeest hebt losgelaten. Dankjewel. Jeanette. Ja, en wat zouden we zeggen, hebben we dan van Thijs al een cadeau? We hebben 2 cadeaus, die gaan we nu niet geven. Ja, ik ga ervan uit dat er best nog een keer een receptie komt. En dan hebben we 2 dingen. 1 is vandaag gemaakt en het andere is dan een hele grote verrassing. Dat zie je allemaal weer. Dames en heren, Thijs van Weer, hartelijk dank voor 12 jaar van de mensen dat ons feest. Dank u wel.
Thank you.